Ja. Ja, nee, ja, ja. Morgen. Ja, hallo. Het is nog vroeg. Hij gaat erin hoor, ja. Welkom bij de Daily Business Boost live show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Ja, overdag was een klein prinsesje. En 's avonds veranderde in een monster. Nou, dames en heren, van harte welkom. Jullie horen het als goed is op de achtergrond. Beetje geniepel van alles nog wat. Waar zal ik eens mee beginnen? Laat ik als eerste beginnen om mijn excuses aan te bieden. Want ik heb behoorlijk wat luisteraars, waaronder Sita zelf ook, behoorlijk laten wachten. Wacht even hoor. Ray, wil je heel even komen checken bij Teddy? Want die zit nu aan de snoer aan die kant. Ik zie allemaal snoeren heen en weer glibberen. Kijk even of het goed gaat met die snoeren. Ja, want we hebben een special guest namelijk. Wie daar iets over vertellen? Behalve, natuurlijk onze special guest is natuurlijk Sita. Dat begrijpen jullie. Hallo, hallo. Maar we hebben nog een verlengstuk van Sita. Sorry, ja, ik Ron. Ik heb mijn verlengstuk Teddy meegenomen. Het andere verlengstuk. En wie en wat is Teddy? Teddy is mijn hondje. Die is nu 5 maandjes. En die... Kan eigenlijk best ook alleen zijn, maar vandaag is dat was even gezellig. Mee. Dat was gezellig. Ja. En dat vindt Raymond leuk. Ja hoor, helemaal leuk. Het is vandaag toch hartstikke hete dag. Er komen mussen en vliegtuigen die vallen echt van het dak. Ja, hier. Die zien we echt. We kijken uit het raam en ze vallen gewoon met bosjes naar beneden. Echt niet normaal. Dus waar was ik me aan begonnen? Aan mijn excuus aan te bieden aan iedereen. En specially mijn special guest van Sita. Van vandaag Sita, dat ik maar sinds de vorig jaar hier was, heb ik maar 1 aflevering opgenomen. Daarna was ik het eigenlijk soort van... Ja, ben het gaan uitstellen. Maar ik vond het veel te leuk met Sita erbij. En dus, ik zit maar te wachten. En ik denk, dat Spotify loopt weer achter. Precies, kreeg je allemaal alarmbling. Kreeg je Amber alert. Nee, waar blijf nee, nou? Ze komen echt elke dag om 12 uur. Dan staan ze erop, hoor. Ziet? Ja, tot de Pinkster heb ik dat volgehouden. Tot de tweede Pinksterdag. Dus vanaf tweede Pinksterdag, dat is al een paar dagen geleden, een week of zo. Hebben jullie niet geluisterd? Guys, zij kan er niks aan doen. Ik had het gewoon moeten opnemen. En ik kan iedereen de schuld geven, de drukte, whatever. Maar ik vond het gewoon veel te leuk met Sita. Dus ik heb besloten om gewoon samen met Sita te gaan voorlezen. Want ik vond het veel te leuk en veel te gezellig om het te doen. En in mijn eentje dacht ik, ja, ik mis gewoon een stem naast me. Iemand die terugpraat, iemand met wie ik kan huilen, iemand met wie ik... Het is wel leuker. Dat als je wat denkt, dat je dan even kan vragen, wat vind jij ervan? Haal op, echt. Haal op. Dus lieve luisteraars, onze excuses, mijn excuses hiervoor. Ja. En tot nu toe, we hebben hoofdstuk 5 hebben we afgemaakt. Alleen nu is de vraag natuurlijk, ik heb echt geen idee waar die mee geëindigd is, weet je dat? Waar eindigt hoofdstuk 5 mee? Nou... Weet jij dat? Even denken, wat heb jij de vorige keer? Ja, dat is die Ivan de Verschrikkelijke. Sowieso mag die komen. Naar de muziekles van meneer Ivan Tchaikovsky. Yes. Hij heet anders hoor, maar ik noem hem even. Omdat ik niet kan zien hoe die van zijn achternaam. En het eindigt eigenlijk dat hij dan met monsieur Landowski gaat bellen om de details te bespreken. Ja. Maar eigenlijk is hij door de ballotagecommissie geslaagd. Ja. Hij speelt met zijn ziel, dat weet ik nog. Ja. Ik ken weinig mensen die met zijn ziel spelen. De rest speelt de muziek, speelt de partituur. Maar jij speelt echt alsof jouw leven ervan afhangt. Dus daarom, lief jongetje of lieve jongen, zegt hij dan, lieve knul, dan neem ik je mee als mijn protégé. Eigenlijk, het is natuurlijk een beetje gek dat het jongetje niet naar school gaat. Maar in dit geval is het eigenlijk juist wel handig. Ja. Precies. Dan heeft hij meer tijd om. Precies. Dan zie ik hier dinsdags om 11 uur en vrijdag om 2 uur gaan ze dat doen. Ja. En dat gaan ze regelen. Toch? Yes, ja, dat. Oké, dat is toch een introductieding. Dat is toch de eerste aflevering. Hoe is dat nu je gevoel, eerste 5 hoofdstukken? Mag ik een resume van je weten? Hoe is het? Tot nu toe. Voldoet het aan je verwachtingen? Voldoet het nog aan mijn verwachtingen? Ja. Ik heb wel inmiddels ook 2 personen gesproken die hem al helemaal uit hebben. Ik heb er ook iemand gesproken die het uit heeft. Ja. En beide zeggen ze wel hetzelfde. Wat zeiden ze? En dat herken ik dan wel weer van het beginstuk.
zij vinden het toch allemaal net wat minder. Maar dat komt omdat ze al een tijdje alle andere boeken uitgelezen hebben gelezen. En in dit boek gaan ze natuurlijk steeds... Ik bedoel, dat is best wel... Dat is dan wel voorspelbaar, want je weet... Hè, het is nu in Frankrijk en in Brazilië. Je weet dat ze alle landen, steden afgaan... die natuurlijk in de vorige boeken... Ja, een soort van samenvatting, zo van resume. Dat, maar als je... Die boeken langer een tijd geleden gelezen hebt, dan weet je niet helemaal altijd precies meer wie was. Dus dan moet je de hele tijd... Ja, je moet de sfeer terughalen bij jezelf. En dat is best wel lastig. Ja. Dus eigenlijk heb ik een mazzel dat ik dat heb. Want ik heb inmiddels Elektra is heb ik uitgelezen. Nou, ik heb zitten janken, jongen, niet normaal. Oh, nou, ze Elektra. Goed, ja, ze lijkt echt op jou. Jij op haar. Ja, definitely. Dus ja, die voorspelling. Behalve dat ze model is. Hè? En, hallo. Ik weet het niet hoor, dames en heren die meedoen aan de prijs. Kom maar op, raad het gezicht. We staan nog steeds open hoor. Nee, dat zijn ze al lang vergeten. Ik zal je wat vertellen. Echt, ze lijkt echt op Elektra, jongens. Als ze een modellenwedstrijd zou gedaan worden, dan nomineer ik haar. Maar zoals iedere vrouw natuurlijk denkt ze dat ik lul en dan denkt ze dat ja, whatever, je overdrijft weer. Maar ja, zeker. Ze is zeker van een behoorlijk natuurlijke schoonheid, dames en heren. En ik mag het zeggen, want ik zit daar. Ja, ik moet het natuurlijk in ontvangst nemen. Ja, zo. Doe maar. Geen gemaar. Jammer dat we hier de video's niet aan hebben. Ja, eigenlijk wel. Dan zie je haar gewoon blozen hier, hè, jongens. In de studio, dat is alleen maar leuk om te doen. Dus moet ik daarop ingaan? Het is of gewoon moet ik warm, hè. Het is gewoon warm. Ze hebben net gezegd dat de vliegtuigen hier van het dak afvallen. Ja, verander het onderwerp maar. Iedereen. Ja. Ik heb het gewoon warm. Ja, dus ja, we hebben hier met een schoonheid te maken, maar Elektra vond ik zo. Ja, die kwam keihard binnen, kan ik je vertellen. Ja. Die was hard. Die was echt heel hard. Dus ja die was... Die ging wel alle kanten op. Dus waardoor ik nog meer respect heb voor Pa Salt eigenlijk. Ik krijg steeds meer respect voor die man. Ja, hoe die hoe alles hij in baan heeft geleid. Koninklijke bloeden heeft kunnen verzamelen. Overal dus de verschoppelingen eigenlijk. Maar wel met een kwalitatief hoge... Ja. Bloed. En hoe kwaliteit, laat ik zo zeggen. Kwam hij erop? Ik denk... Oké, maar dan doe ik een voorspelling. Ik denk dat het niet een toeval is dat die 7 van die meiden uiteindelijk allemaal exact dezelfde bloedlijn volgen. Namelijk van prinsessen, van adel, van wetenschappers, of is de vader een symfonieorkest gaan doen, of is een broer die een talent heeft. Ik denk dat hij in een netwerk heeft gezeten of zit met aantal, zeg maar, angels, investeerders, angels, die dan zeg maar die gezinnen hebben willen onderhouden. Hij kan niet anders dat hij het via een netwerk heeft gedaan. Hij kan het niet per toeval hebben gedaan. Hij kan niet per toeval naar Harlem gaan, naar zo'n ziekenhuis gaan en toevallig Elektra meenemen omdat zij van een Afrikaans prinses. Dat kan niet. Dat kan een oproep zijn geweest. Het gaat goed hoor. Het gaat hartstikke goed. Ray is nu de cheerleader aan het spelen. Heeft hij zijn mooie Hawaïaans rokje aan. En ja, nogmaals, jammer dat we geen video hebben. Je hebt wel gelijk, sorry hoor, even nog terug op wat jij net zei. Inderdaad, prinsessen, talent. Allemaal. Dat is wel een rode draad. Als je naar Maya kijkt, als je naar Cheche kijkt, als je naar iedereen die je kunt kijken, Tigi. Grappig, jij zegt Cheche. Wat zeg jij dan? Sisi. Ja, Sisi. Kan je nagaan. Ja. Wat zegt het luisterboek? Sisi? Sisi. Sisi Rider. I said that Sisi. Sisi Rider. Dat was echt een hele oude reclame. Ja. Maar dat is wat bij mij altijd achterblijft. Ook met het verhaal van bijvoorbeeld Tigi met haar grootmoeder, met Lucia en zo. Er zijn allemaal hele uitzonderlijke, extravagante leiders, leider en figuren. Dus ja. Het feit en dat je daar... En talent vanuit bezieling. Ja, zeker. Het gaat alleen maar om het hart. Dit is een kompas. Ja. Kan niet. Ik zie toevallig een kompas, by the way. Ja. Opeens. Ik denk, hè. Die gaat allemaal om het hart. Dus het zou me niks verbazen dat daar een database is van... Of verzoek wordt gedaan aan rijkere mensen van... Hey, we hebben weer een koninklijk iets. We willen het niet dood laten bloeden, of we willen het niet laten mixen, of we willen het niet voorbij laten gaan. Dat ze zeg maar een soort van als een engelen, als een engelnetwerk rondom die kinderen zich verzamelen. Dus het is in ieder geval een liefdadigheidsorganisatie wat achter zit. En het zal me niet verbazen, want ergens zag ik dat. Alleen nu moet ik schakelen waar dat was, dat er een liefdadigheidsorganisatie aan het verhaal vastzit.
Heb ik dat nou in het dankwoord? In het dankwoord, ja. In dankwoord van Elektra. Ja. Bedankt Lucinda. Een bepaalde liefdadigheidsorganisatie. Waarbij zij bijvoorbeeld de naam van Mariam. Dat is de het Iraanse meisje. Ja. Over heeft mogen nemen. Ze hebben een of andere liefdadigheids. Oh. Wie bedankte ze nou aan het eind? Dat was een charity. Daar gaan we een keer op terug. Ja, dat hier, nou, je hoort het. We zijn er on. Behoorlijk ja. On op deze manier. Dus weet je, als jij een idee hebt waar het naartoe gaat. We zitten nu bij hoofdstuk 5. Je kan mij en... mij, Sita is natuurlijk een... dat begrijp je, is een acroniem. CITA. Dus God mag weten. Wat, dus het is niet haar echte naam voor diegenen die gezocht hebben niet gevonden hebben. We hebben daar grapjes over gemaakt met haar achternaam ook. Ja, maar dat kan je natuurlijk niet vinden. Maar je moet haar gezicht een maar... Als een van de luisteraars het antwoord weet, kunnen ze het ook even... aan ons ja, sturen. Precies. Laat ons weten hoe Sita daadwerkelijk echt eruit ziet en zo. Maar ook hier het antwoord. Ja, ik zou het heel graag willen weten. Want ik denk namelijk, omdat ik haar een beetje ken als een wereldverbeteraar, Lucinda. Ja. Ik denk dat ze ergens zo'n grote finale maakt om aandacht te vragen voor een big, big charity. Het kan zijn dat Ter des Om. Het kan zijn kindersoldaten in nood. Het kan zijn... Het zou me niks verbazen dat hier een... Zeker omdat het Amerikaans verhaal is. Zeker omdat het een... Nou, in Amerika charity is 80% van je PR, zeg maar. Het zou me niks verbazen als daar iets mee zou moeten gaan. Is het Amerika? Het is Amerika. Oh, anders had ze deze PR-machine niet gehad. Anders had ze deze hele PR-machine niet gehad op deze manier. Nee, het is zwaar Amerikaans. Hé, maar dan nog wat. Ja. Gaan we erachter komen in dit boek ja. Hoe Pa Salt haar gevonden heeft? Of en alle andere zussen? Ik weet zeker van wel. Okay. Ik weet zeker dat op een gegeven moment de puzzel gelegd gaat worden. Nou ja, ik heb betrouwbaar iemand gesproken. Dus lieve René, als je luistert, ik weet dat je luistert. Ik heb haar gesproken en ze zei, ja, ik heb het nu 3 keer gelezen. Ze heeft al sinds 11 mei heeft ze Atlas al 3 keer teruggelezen. Nee, joh. Ze heeft ook een boekenclub met haar vriendinnen. Ja, ja, ja. Oh. Ja. Nou, het is echt, zijn gekkere fans dan jij en ik. Ja. Dus, ja, ik heb dus 2 personen gesproken die zeggen van, nou ja, weet René je. René zei tegen mij. Het is wel oké. Jij gaat niet geloven wat er gaat gebeuren. Je gaat janken als de pest. Dit is het allerbeste deel van alle boeken. En ik vertrouw haar, omdat zij spannend. Mij... Spannend. Ja, maar wij zitten er wel allebei nog echt wel in. Hè? Zij ja, alleen deel 1 is voor mij heel lang geleden. En de rest heb ik eigenlijk achter elkaar. Ja. En degene die ik gesproken heb, die hebben die andere boeken gewoon echt al langer geleden Dus weet je, lieve luisteraar, waar je ook bent in het verhaal. Of je dat 3 jaar geleden hebt gelezen. Of, iedereen heeft een eigen beleving. En een soort van fantasie hoe het is. En again... Ik mist weer disclaimer. Dit hoofdstuk gaat over Mary. Dus voor mij wordt het helemaal lachen. Want ik heb het laatste boek gewoon niet gelezen. Nee. Dat staat nu op mijn nachtkast. Die moet nog opengemaakt worden. Ik zou toch even beginnen. Want Nee. Daarom heb ik Elektra afgemaakt. Want het kon echt niet. Er dingen hierin dat je denkt... Huh? Zo zal ik in verbazing aangaan. Ja. En guys, mocht je vragen hebben... Mocht je, by the way, sowieso luisteren naar ons, stuur ons gewoon een berichtje. Ik denk alleen René nog. Als er daar nee, we hebben heel veel. Je hebt ze 2 weken in de steek gelaten, hè? Oh, krijg je dat weer, jongens? Oké, hier hoort iets bij. Wacht even. Zeg het nog een keertje. Wacht heel even op mij. En dan... Wacht even. Come on. Echt, jongen. Neem je tijd, hoor. Ja, degene die nu nog luisteren hebben al 2 weken op je gewacht. Dus dan kunnen ze dit ook. Oké, zeg dat nog een keertje wat je wilde zeggen, ja? Ze hebben 2 weken op je gewacht en je hebt ze in de steek gelaten. Nou, bij deze. Het hoort wel zo'n teleurstellend geluidje bij. Ja, inmiddels 17 minuten volgeluld. Je hoort het. Dit was, hoe noemen ze dat? Dit noemen ze altijd overturen. Dit noemen ze altijd het begin. Voordat we gaan beginnen met orkest en zo. Dus dames en heren, ik nodig je uit. Ja. We gaan zometeen de outro in. We gaan hem knallen. Dus ik zie je zometeen bij de volgende aflevering. Terwijl ik een Hawaïaans meisje met een rok hier voorbij zie komen met Teddy. Waar is Teddy? Geen idee. Teddy zit daar lekker te bijten. Dus guys, we zien jullie zometeen. Heb je iets te zeggen? Laatste beroemde woorden. Mijn laatste beroemde woorden. Jeetje, de zon schijnt. Wees die zonnestraal. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg,
wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil. Iedere dag, ieder uur. En tot de volgende keer.